Glastuinbouw Nederland laat jou 2020 zien. De coronacrisis heeft voor veel bedrijven grote financiële impact. Waarom is er voor de glastuinbouw een noodfonds opgericht? Er is een noodfonds opgericht omdat na 12 maart viel de export van de sierteelt volledig weg. Concreet hebben we gerealiseerd dat er 230 miljoen is gebruikt vanuit het noodfonds. Daarnaast hebben we wel heel veel discussie gehad over de ondergrens van de omzetderving, wanneer je in mocht stappen. Dat was door ons gesteld op 20% en het werd uiteindelijk 30%, want dat was een politiek besluit. Daardoor zijn er ook een aantal bedrijven geweest die we dus niet hebben kunnen helpen. En zo is het noodfonds uiteindelijk met heel veel overleg tot stand gekomen. Oké. Als we iets van een coronacrisis hebben geleerd, is het dat we alleen samen een crisis doorkomen. Sjaak, er is heel veel gebeurd deze periode. Wat is voor jou het allerbelangrijkste geweest? In de kern gaat het erom dat de berg aan problemen die onze ondernemers ondervonden... aan ons samenwerken met Royal Floral Holland en Groente en Fruithuis uiteindelijk in Den Haag hebben gebracht. Met als resultaat een noodkrediet en een noodfonds. En als organisatie Glastuinbouw Nederland hebben wij ervan geleerd dat we naast onze thema's, plantgezondheid, energie en ook het vraagstuk rondom water en arbeid, nu ook een nieuwe pijler hebben, namelijk crisisorganisatie. Ik zeg 1,5 meter, dat hebben we snel gefixt in de glastuinbouw. Ja, dat klopt. Met de Taskforce Arbeid hebben we razendsnel het coronaprotocol opgesteld. Daarin regels over wonen, werken en reizen. Onze leden hebben het heel goed opgepakt. Logisch ook, omdat personeel vast of flexibel ons belangrijkste kapitaal is. Deze zomer hadden we een leuk item over de glastuinbouw op het Jeugdjournaal. En dat hadden we te danken aan Milan. Hey, ja dat klopt. Maar je vloeg uit de kast was online gegaan. En toen was het vraag van de Jeugdjournaal of ze langs mochten komen. Natuurlijk mocht dat. Kon ik eindelijk laten zien hoe leuk het bijbaantje in de kas is. Stijn stimuleert de ontwikkeling naar een duurzame, vitale en gewaardeerde glastuinbouw. Toch, Davy? Ja, dat klopt. Wij werken al een aantal jaren aan circulaire toepassingen van tuinbouwreststromen, bijvoorbeeld vezels voor bouwmaterialen en persap voor meststoffen. En dat doen jullie door bijzondere samenwerkingen aan te gaan? Ja, met bijvoorbeeld meubelfabrikanten, de verpakkingsindustrie en recent ook de vliegtuigindustrie. En door de corona hebben we een vraaguitval meegemaakt met de bloemen. En hebben we gekeken met partners of er ook daarvoor toepassingen zijn. Zoals bij Varta. Ja. Hier vindt het onderzoek plaats naar extracten van 20 bloemen en planten. Een concreet resultaat is het desinfecterende handgel. Zullen we eens proberen? Goed idee. Hoe mooi is het dat we met onze eigen producten de wereld veiliger en gezonder kunnen maken. Lekker spul trouwens. Heerlijk. Internationale werknemers zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en voor de Nederlandse glastuinbouw. En daarom hebben we het masterplan Internationale Werknemers ontwikkeld. Centraal, het bieden van toekomstperspectief aan deze groep werknemers. We gaan aan de slag met het verder bevorderen van de doorstroom van flexibele dienstverbanden naar vaste dienstverbanden. Het in kaart brengen van belemmeringen daarbij en daarmee aan de slag gaan. En ook het ontwikkelen van verschillende opleidingen en deze aanbieden. Want zeker voor de glastuinbouw geldt dat gemotiveerd en betrokken personeel onmisbaar is. Dit jaar hebben we heel wat nieuwe collega's bij Glastuinbouw Nederland. Laten we eens kennis maken met ze. Mijn naam is Alexander Vormsma. Ik ga de uitdaging aan om de prikkels in de energietransitie weer de juiste kant op te krijgen. Ik ben Jacqueline Kroon. Ik kom mijn bed uit om te zorgen voor voldoende, enthousiaste en goed opgeleide vakmensen in de glastuinbouw. Ik ben Koen Eijstek. Ik hou me bezig met het begeleiden van gewasgroepen. Bij mij moet je zijn voor je vragen en knelpunten binnen de teelten Lysiantes, Lely, Cyclamen, Rosettia's en eenjarige zomerbloeiers. Ik ben Robert Zolleveld en bij mij kan je terecht voor alles omtrent het nieuwe telen. Ik ben Thijs Jacobs en bij mij moet je zijn met al je vragen over Europa en de Green Deal. De ODE is voor een groep ondernemers in 2020 een blok aan het been. De schade van de ODE bedraagt 30 miljoen euro. Glastuinbouw Nederland startte een lobbyactie ter compensatie. Want het kan toch niet waar zijn dat investeringen in duurzaamheid niet worden beloond? Inmiddels is duidelijk dat we voor 2020 geen compensatie ontvangen.
wel voor de jaren 2021 en 2022. Samen met ondernemers werken we aan compensatie voor de exorbitante stijging van elektriciteit ODE schijf 3. Voorts werken we hiermee ook aan dat de energietransitie weer goed gericht wordt. Samen met de ondernemers, mensen van LNV erbij, werken we aan de uitvoerbaarheid van de regeling, zodanig dat die ook in 2021 uitgevoerd kan worden. Tijdens de eerste coronagolf hebben we diverse zaken gerealiseerd voor ondernemers, zoals het noodfonds en allerlei regels voor op de werkvloer. Ik ben benieuwd waar we nu staan. Helaas kwam half oktober de tweede golf over ons heen. Dat betekende voor veel bedrijven en met name in de glasgroentesector en zachtfruit levering aan restaurants omzetverlies. We hebben gekeken wat is de schade en hoe groot is deze en wat kunnen wij opnieuw betekenen voor deze ondernemers. De overheid wilde graag dat we met bestaande maatregelen zoals de NOW en de tegemoetkoming vaste lasten het zouden oplossen. Dit bleek ontoereikend. We zijn toen bezig gegaan met een nieuwe aanvraag noodfonds. Hier is weinig politiek draagvlak voor, maar we gaan door totdat we resultaat bereikt hebben. Hiernaast kwamen er ook veel vragen vanuit het thema arbeid over de omstandigheden op de werkvloer en de veiligheid. Hier hebben we protocollen voor ontwikkeld in samenwerking met Stigas. En die zijn voor al onze leden beschikbaar gesteld. Een bewogen jaar ligt achter ons. Sjaak, wat brengt 2021 ons? Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. En daarvoor heeft Glas en Bouw Nederland een verkiezingsmanifest gemaakt. Waar al onze kernissues voor u in staan. En dan gaat het voornamelijk in het kader van de Green Deal voor een level playing field in Europa. Versnelling van de toelatingsprocedures van biologische middelen. En natuurlijk in het kader van de calamiteitenregeling onze medicijnkast. Maar dan ben jij bij LTO Nederland. Maar natuurlijk met de glastuinbouwarts. Daar proosten we op. Op een gezond en gelukkig 2021. Zo is dat. Voor u allemaal.